Het ingenieursbureau Firm & Engineering NV heeft bij haar jaarafsluiting de winnaar van de 8e Firm Performance Scholarship bekendgemaakt. Dit gebeurde gisteren op het terrein van de Firm Office aan de Vergeet-me-niet-straat. Deze scholarship wordt gegeven in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Guido Korendijk, directeur van Firm Engineering NV, zegt dat de bedoeling van deze scholarship is om studenten van de technische faculteit van de universiteit een extra push te geven. Korendijk legt uit hoe studenten kans maken om een scholarship van Firm Engineering te winnen. Het programma is gefocust op de eerstejaars studenten van de richting infrastructuur. Die hebben 12 hoofdvakken in het jaar, in dat eerste jaar. Elke hoogste score voor een vak levert een firm performance op. Dan ben je firm performer. Zodra je voor één vak het hoogste cijfer hebt gehaald. Eind van het jaar checken we de hoogste cijfers voor alle 12 vakken. En eigenlijk elke firm performance geleverd, levert één lot op. 12 loten eind van het jaar, die zijn hier in de glazen bol. En uiteindelijk gaat het lot bepalen welke van deze toppers, welke van deze studenten daadwerkelijk met een scholarship naar huis gaat. Dat betekent, als je voor één vak de hoogste score hebt gehaald, heb je één lot. Maar als je dat voor 6 vakken doet, heb je 6 loten en dan heb je 50% kans dat jij vandaag hier als winnaar uit de bus komt. De 19-jarige Widesh Ramcharan is gekozen tot winnaar van de Firm Performance Scholarship. Vanaf nu zal het bedrijf de kosten van de studie van Ramcharan tot zijn afstuderen volledig op zich nemen. Ik ben heel blij. Het zal veel betekenen voor mijn ouders, want ik ben fulltime student op de universiteit. En mijn ouders zijn dan heel erg blij dat ze geen zorgen hoeven te maken over het financieel gedeelte. Dus ik ben heel blij dat ik mijn ouders daarmee trots kan maken en natuurlijk ook voor mezelf. Ik zit op FTW, een technische faculteit. Dat betekent dat ik ook straks na het afgestuurd te zijn een ingenieur zal zijn. Maar natuurlijk zal ik mijn competenties moeten opbouwen. En om dat te doen zal ik natuurlijk moeten kiezen van welke richting ik op ga, want er is geen specificatie op de Universiteit van Suriname. Ik heb in mijn mind wel om civiel techniek te gaan studeren later, maar natuurlijk na mijn bachelor wil ik eerst in het bedrijfsleven terechtkomen om mijn ervaring eerst op te bouwen. En nadien dat ik dat heb gedaan wil ik misschien verder gaan met mijn masters, dus dan ook specialiseren op een bepaald gebied van civiel techniek zelf. Widesh Ramcharan, winnaar van de 8e Firm Performance Scholarship. Hij werd gisteren tot winnaar gekozen bij het jaarafsluitingsevenement van Firm Engineering.